Stijn Wuitens, gefeliciteerd. De kop is eraf. Ja, klopt. De eerste wedstrijd van het seizoen. Het is altijd leuk als het weer voor het echtje gaat. Dus ja, ik ben blij dat de kop eraf is. En een 1-0 overwinning. Wat voor wedstrijd was dat? Ja, dat was een beetje een gekke wedstrijd. Zij speelden heel defensief en ja, we vonden moeilijke antwoorden op hun spel. En ik denk, ja, we winnen 1-0, alleen denk ik dat we een grotere uitslag hadden moeten neerzetten. Ja, want wordt het dan volgende week nog gevaarlijk in Athene? Ja, we moeten bij de les zijn, dus scherp beginnen. En, ja, we hebben hier de 0 gehouden, dus een goaltje daar kan genoeg zijn. Alleen, ja, we zijn er nog lang niet, dus het wordt nog wel een pittige wedstrijd. En Stijn Wuitens in een nieuwe rol, want vorig jaar natuurlijk noodgedwongen centraal achterin, nu een plekje naar voren. Ja, heerlijk. Nou ja, dit is mijn positie die ik altijd gewend ben, dus ja, ik ben blij dat ik weer op middenveld kan spelen en ja, hopelijk kan ik hier nog veel progressie boeken. En dat is te zien, hè, want je hebt meteen een grote bos bloemen in hand. Nou ja, het ging op zich nog wel redelijk lekker vandaag, alleen ja, een beetje teleurgesteld in het resultaat dat het niet groot is uitgevallen. Maar wel meteen de eerste officiële wedstrijd op het middenveld uitgeroepen tot man of the match. Ja, dat is een leuk extra voor mij natuurlijk. Dus, ja, ik heb een goede voorbereiding gehad, dus ik hoop nu de lijn door te trekken. En, ja, dit was de eerste wedstrijd, dus ik hoop dat er nog veel goede volgen. Ja, wat kunnen we verder van AZ verwachten de komende tijd? Want de voorbereiding was natuurlijk uitstekend. Ja, op zich vinden we elkaar goed. Alleen, ja, dit is een heel defensieve ploeg. Ik denk, ja, wij moeten hebben van omschakeling van de ruimtes die de tegenstander laat. En ja, die waren vandaag heel weinig te vinden. Dus ja, daar moeten we ons in verbeteren. En ik denk dat daar onze kracht voor ligt. En wat kun je verwachten volgende week voor de return? Ja, het zou wel gek zijn daar. Dus ik denk uitverkocht stadion, of in ieder geval veel sporters, gekke sporters. En ja, ze zullen erop klappen, dus ja, we zullen vanaf minuut 1 met les moeten zijn. Kortom, de volgende ronde is nog niet helemaal binnen. Nee, zeker nog niet helemaal binnen. Alleen, ja, daar moeten we gewoon naartoe, dus geen excuses. In ieder geval dubbel gefeliciteerd vandaag met de overwinning en de man of the match. Dankjewel. En ga zo door. Top, dankjewel.